Dag allemaal, welkom. Anne-Claire Mulman hier. Onze website is www.cwoi.eu in Stratford Church Without Walls International. En we zijn deel van een netwerk van huiskerken wereldwijd. Wil je er meer over weten, ga naar onze website. Je kan heel veel artikelen vinden. Ook verschillende artikelen in andere talen. Zou je iemand kennen die een andere taal spreekt? Dan ben je van harte welkom daar naartoe te gaan. Je kan ons e-mailadres vinden, wil je me e-mailen. Maar de Facebook Live video's die gaan over dingen waar ik over nadenk, wat de Bijbel zegt. En vandaag wil ik het hebben over angst, over vrees, over niet bang zijn, niet bezorgd zijn. Kerst komt eraan en we kennen allemaal het kerstverhaal dat de engel naar Maria toe gaat. En dan zegt hij tegen haar van vrees niet. En wist je trouwens dat er 365 maal in de Bijbel staat vrees niet? Het woordje vrees of angst staat er vaker. Maar vrees niet of dergelijke dingen. En wat daarop neerkomt, wees niet bezorgd bijvoorbeeld. Staat er 365 keer in de Bijbel. Dat betekent dus dat iedere dag heb je daar één keer een woord van de Heer voor jou. Word je morgen wakker en je denkt, wat is het woord van de Heer voor mij vandaag? Dan is dat vrees niet. Nou, en dat hebben we nodig vandaag de dag, of niet? Er is zoveel vrees en zoveel angst om ons heen, in de wereld en zelfs onder christenen die bang zijn voor alles en nog wat. En heel veel dingen die gedeeld worden zijn gebaseerd op vrees en angst. En je ziet daarin ook dat het een geest van angst is. Lucas 21 wil ik even met jullie naartoe gaan. Het gaat over de tijd, Jezus spreekt over de tijd dat hij terugkomt in glorie en in kracht. En dan zegt hij in vers 26 dat in die tijd dat de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen die over de wereld komen. De Engelse Bijbel noemt het nog iets krachtiger. Die zegt expectations. Ze verwachten dingen, ze horen over dingen, ze verwachten dat dingen gaan gebeuren. En daarvan bezwijkt hun hart van angst en van vrees. En dat bezwijken, dat is een heel mooi woord, dat betekent letterlijk dat ze soms geen adem meer kunnen halen. Dat ze een hartaanval krijgen, dat ze flauw vallen van angst. Je hebt misschien wel eens gezien van die films, hè, dat er iets ergs is gebeurd bij een familielid en de politie komt aan de deur. En die vertelt dan al helaas dat en dat is gebeurd, je geliefd is overleden of wat dan ook. En dan ineens dan bezwijken ze, vallen ze flauw. Op die manier moet je dat voorstellen, dat het zo zal zijn tegen die tijd. He, maar in deze tijd zie je dat je geest ook al, die geest is een geest van vrees. He, die is al reeds in de wereld. 2 Timotheüs 1 vers 7 zegt dat heel duidelijk, dat die vrees, dat een geest is. Kijk, het is natuurlijke angst. Er is angst om niet te dicht bij een afgrond te gaan staan. He, daar kan je bang voor zijn en dat is oké. Of vrees, bang, dat doe je niet. He, en dat bewaart je leven. He, je gaat niet veel te hard rijden en weet ik veel wat voor dingen doen. Ja, dat is een natuurlijke soort angst die jou in leven houdt. Maar er is vrees, er is een geest van angst en een geest van vrees. En daar heb ik het over. Paulus zegt in 2 Timotheus, tegen Timotheus, 2 Timotheus hoofdstuk 1, vers 7. God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar dat is eigenlijk vrees, fear. Dat heeft hij ons een geest van. Zie, dat was een geest van. Wat je om je heen ziet in de wereld, dat is een geest, een spirit, een geest van vrees. Maar van kracht, zegt hij, van liefde en bezonnenheid. En bezonnenheid, als je het woord opzoekt, want wat is bezonnenheid? Ik zou het niet weten. Maar als je het woord opzoekt, dat betekent een gezond verstand. Een gedisciplineerd denken. Dat ons denken, dat we nadenken over waar we over willen denken. Dat we, als je gedisciplineerd bent, dan kies je ervoor om bepaalde dingen wel te doen of bepaalde dingen niet. En zo moet het zijn met ons denken, dat wij onze gedachten, dat we daar discipline over uitvoeren. Dat we niet zomaar alles wat aankomt waar je over na gaat denken en in meegaan. Want dat wil de Bijbel niet. De duivel is een meester in om je allerlei dingen te laten denken en verwachtingen en expectations. Hè. En wat zal wel niet gebeuren? Oh, als je dit en dat, oh, dan gebeurt dat en dat en dat. En van het een komt het ander. En op laatst dan ben je in angst, in vrees en je bent depressief en noem maar op vanwege al die gedachten waar jij in mee bent gegaan. Want de duivel werkt in de gedachten en hij werkt in de wereld om ons heen. Want hij is de God van deze wereld. En dus dat is zijn werkterrein, maar pas op dat je niet onder invloed komt van die geest van angst. He, want we zijn niet van zijn koninkrijk, we zijn wel in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. He, in Matteüs hoofdstuk 6... Vers 25, dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, ik zeg je, wees niet bezorgd over je leven, wat je zult eten of drinken, of over je lichaam waarmee je het zult kleden, enzovoort.
En dan als je dan doorgaat aan het eind, dan zeg je, maak je dan niet bezorgd, zeggende, wat zullen we eten of drinken? Al deze dingen gaat het zoeken van de heidenen uit. Maar uw hemelse Vader weet wat je alles nodig hebt. Wie zijn de heidenen? Dat zijn degenen die geen verbond met God hebben, diegenen die hem niet kennen. Die gaan bezig zijn, die zijn bezorgd over wat ze zullen eten en drinken. Hoe zal ik mijn gasrekening moeten betalen? Hoe moet ik dit doen? Kan ik nog wel rijden? Hoe zit het met de corona? Had ik de shot moeten hebben of juist niet? Maar heb ik het genomen en wat nu? Of ik heb het niet genomen en wat nu? En zo is de angst en vrezen, allerlei dingen komen voorbij. En zeker als je de tv kijkt en als je op social media bent. Al deze dingen gaan het zoeken van heidenen uit. Al die gedachten en die zorgen. En dat zijn wat de heiden, degene doen en degene mee bezig zijn die niet bij het Koninkrijk van God horen. Maar uw hemelse Vader weet dat je al deze dingen nodig hebt. Hij weet dat je dat nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid enzovoort. Wees bezig met de juiste dingen. Ga met de juiste dingen bezig. Trouwens, als hier staat, zoek, maak je dan niet bezorgd. In Engels bij zegt, do not worry. Zoek je dat op, wat het eigenlijk betekent. Dat betekent het dat angst niet bezorgd zijn. Of dat de Engelse Bijbel zegt, take no thought. En dat vind ik zo mooi. Take no thought. Want je wordt bezorgd als je bepaalde gedachten gaat pakken. Daarover gaat nadenken. Van de ene gedachte komt de andere gedachte. En vaak dan vergelijk ik het met een trein. Je weet dat de trein wagons heeft. Je weet dat de trein aankomt, stopt op het perron. En dat hij een bestemming heeft. Stel dat jij... wij wonen vlakbij Deventer. Stel dat ik naar Deventer ga, naar het treinstation. Ik sta op het perron en ik wil de trein naar Amsterdam nemen. Nou, dan komt er even later dan komt er de trein aan. Er staan heel veel mensen om me heen. En iedereen die stapt in, de deur gaat open van kom binnen, kom binnen. He, en dan breng ik je daar naartoe. En iedereen stapt in en je denkt, oh wauw, zou ik ook niet moeten instappen. He, maar dan moet je even goed nadenken van waar gaat deze trein naartoe. En dan zie je, oh, die gaat helemaal niet naar Amsterdam, die gaat naar Den Haag. Oh, laat maar voorbij gaan. De deuren gaan weer dicht, is prima. Ook al sta je daar in je eentje, je wilt niet naar die trein niet in, want je wilt niet naar die bestemming. Zo zijn gedachten ook. Als er een gedachte voorbij komt van, maar hoe kan ik dat ooit in de toekomst doen? Hoe kan ik, we hebben het allemaal gedaan, we hebben het allemaal meegemaakt. We weten hoe het werkt, hè? Hoe angst en zorgen komt enzovoort. Dat je die trein van met een gedachte komt aan, die stopt en die zegt eigenlijk wil je meenemen? Wil je instappen? Dan breng ik je naar een bestemming. En wat is die bestemming? Die bestemming is angst en vrees en bezorgdheid, depressief enzovoort. En je vreugde wordt weggenomen, je vrede wordt weggenomen. Dat is de bestemming. Dus als je zo'n gedachte ziet aankomen als een trein en die stopt en die zegt, oké, wil je mij nemen? Wil je instappen? Dan denk je, oh nee, ik wil niet naar die bestemming. Laat maar, ik ga die gedachte niet pakken. Ik ga andere gedachten pakken. Ik ga gedachten pakken die God de Vader over mij heeft. Die hij mij beloofd heeft in zijn woord. Die hij mij persoonlijk beloofd heeft. Die hij mij persoonlijk beloofd heeft dat ik me geen zorgen hoef te maken. Dat hij voor mij zorgt. Die gedachte, die trein wil ik pakken. Die trein van gedachten wil ik pakken. En daar ga ik over nadenken. En dan uiteindelijk zul je merken dat het Koninkrijk van God van liefde is. Vrede, blijdschap. Ja, dan krijg je vrede en dan krijg je blijdschap in je hart. Dan ga je naar de juiste bestemming. Maar let dus op naar welke trein je pakt. Waar stap jij in? Waar laat jij je mee leiden? Welke gedachten neem jij? Vrees niet, zegt de Bijbel. Zeker nu in deze tijd, vrees niet. Als je denkt, ja, maar ik vind dat zo moeilijk. Vraag God de Vader om je te helpen. Dat jouw denken gedisciplineerd mag worden. Romeinen 12, vers 2. Zegt dat zo mooi, dat zat er eventjes even opslaan. Romeinen 12 vers 2, die tekst die je vast wel kent. Dat we ons lichaam moeten stellen tot een levend God, een welgevallig offer. Met andere woorden, ons lichaam heeft niks in te brengen wat ons vlees wil of doen. En word niet gelijkvormig aan deze wereld. Word niet gelijkvormig. Laat je niet in diezelfde vorm drukken als de wereld doet. Van dit moet je denken, dat moet je denken, zo moet je zijn, zus moet je zijn. Maar word hervormd, onderga een metamorfose, wil het zeggen, door de vernieuwing van je denken. Denk anders. Denk niet meer die gedachte van, het wordt niks met mij en hoe moet het allemaal en
Wie zorgde voor mij? Ik zou niet weten hoe het moet. God de Vader kende jouw leven. De Heer, er staat eigenlijk dat hij ons al kende voordat hij de wereld geschapen heeft. Wist hij al van jouw bestaan? Heeft hij jou al bedacht? En heeft hij al plannen voor jou gemaakt opdat je daarin zou wandelen? Dus hij weet jouw leven. Hij kent het begin en kent het einde van jouw leven. Maak je geen zorgen over je leven nu. Ga naar de Vader toe. Ga naar de Heer toe. Aanbid hem. Hoor van hem. En dan zul je merken dat die woorden die hij tegen je zegt, daar ga je over nadenken. Ik hoop dat het een zegen is. Wil je e-mailen, ga naar cwowi.eu en zie je de volgende keer weer. Dag.